In het verleden heeft onze koningin Maxima iets gezegd over de Spaanse koningin Letizia, wat nog altijd zorgt voor woede in Spanje. Dit zou ervoor gezorgd hebben dat de relatie tussen de twee koninginnen nog altijd bekoeld is. Maar wat is er dan eigenlijk gebeurd? De relatie tussen Nederland en Spanje bestaat al heel lang. Prinses Beatrix was ooit getuige van het huwelijk tussen koning Juan Carlos en koningin Sofia. Waarmee de goede relatie tussen de beide koningshuizen werd getoond. Maar dat kan van de band tussen koningin Maxima en koningin Letizia niet gezegd worden. En dat komt door een uitspraak die Maxima een aantal jaren geleden gedaan heeft. Tijdens een officiële reis naar Spanje kreeg Maxima van een journalist de vraag of ze prinses Letizia zag als de ideale persoon om in de toekomst koningin te worden. Daar kan ik geen antwoord op geven, zei Maxima. Dit zorgde destijds voor woede in heel Spanje. Spaanse media berichten dat Letizia de uitspraak van Maxima niet kan vergeten, hierdoor zou de band tussen de twee koninginnen nog altijd erg koel cool zijn.